De woningbouwvereniging Roermond heeft nu besloten om in elk geval per 1 mei de extra huurverhogingen af te kondigen voor die huishoudens waarvan de inkomsten wel bekend zijn en de rest er voorlopig bij te laten zitten. Maar dat is natuurlijk ook scheef, want dat kan betekenen dat de huurders hier straks meer betalen dan hun buren, terwijl hun huizen en inkomsten hetzelfde zijn. Ja, als je kijkt vanuit het gelijkheidsbeginsel waar je als huurder toch op zou mogen kunnen vertrouwen bij, als je gewoon bij dezelfde corporatie huurt, is dat natuurlijk niet gepast. Ik kan er niks aan doen. Ik ben er machteloos tegen, maar het is wel een onrecht. En ik denk, we leven hier in een rechtsstaat en ik denk dus dat de overheid of de semi-overheid er toch voor moet zorgen dat burgers gelijk behandeld worden. De opgelegde huurverhogingen moeten betaald worden vanaf de maand juli. Minister Blok van Wonen noemt de problemen vervelend, maar ze zijn volgens hem op te lossen. Dat heeft ermee te maken dat we natuurlijk ter bescherming van de privacy door de Belastingdienst niet zomaar inkomensgegevens laten geven. Dus degene die dat aanvraagt, de verhuurder, moet er ook aan kunnen tonen dat hij de eigenaar is van dat pand. Die registratie wordt door de gemeente bijgehouden en in niet alle gemeentes is dat compleet. Al een aantal maanden geleden zijn gemeentes aangeschreven door de Belastingdienst en erop gewezen dat deze koppeling goed moet zijn. Kennelijk is dat niet op alle plaatsen gebeurd. Dus we zijn nu ook met de Belastingdienst aan de slag om ervoor te zorgen dat het in het hele land goed geregistreerd wordt.